Welkom bij De Nieuwe Wereld, gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Paul van Diem, ik ga praten met Esther van Venema. Ze is psychiater, violist en opiniemaker. Welkom Esther. Dankjewel Paul. Ja, de coronalessen, daar kun je als violist heel veel van zeggen, als opiniemaker. Maar nu eigenlijk het liefst als psychiater, als iemand met een medische achtergrond. Hoe kijk je naar de grote lessen die we nu al kunnen trekken? Want het loopt wel een tijdje, er zijn nog wel beslissingen genomen. De lessen uit corona. Ja. Dat is een hele interessante vraag. Kijk, het is natuurlijk een crisissituatie waarbij je pas achteraf echt heel hard mag gaan evalueren wat ging er goed en wat had er beter gekund. Maar wat mooi is om te zien, hè, want ik zie een aantal positieve zaken en een aantal zaken die tot zorg stemmen in ieder geval. Wat ik mooi vind om te zien is dat alle perikelen die we eigenlijk met elkaar constateerden voor corona in de zorg, zoals overmatige bureaucratie, gebrek aan personeel, je ziet nu dat overnacht de meest draconische maatregelen worden genomen. Die worden doorgevoerd omdat het moet, omdat we het zwarte scenario op de IC willen vermijden. Dus het kan blijkbaar wel, dat vind ik fantastisch om te zien. Wat je ook ziet is dat het personeelstekort eigenlijk ook een vrij flexibel probleem is, om het maar zo te formuleren. Dat daar waar D66 nog het overwoog om vanuit Afrika arbeidsmigranten te halen, om die zorg maar op te vullen, die vacatures, dat nu mensen eigenlijk aan de poort staan te trappelen om iets te kunnen doen. Ja. Zorgverleners die inmiddels al gepensioneerd zijn met een verlopen BIG-registratie, zij willen allemaal een handje bijdragen. Ja. Dus dat is toch wel bijzonder om dat te constateren. Heel veel mensen willen in de zorg werken. De zorg herwaardering, applaus voor ze. Ze doen hun werk en dat doen ze goed. Daar kun je verder niets van zeggen, natuurlijk niet. Maar aan de andere kant heb je ook met leidinggevenden te maken. Hè? Mensen die mee mogen praten in het OMT, die meedoen officieel niet aan beleid, maar natuurlijk wel een hele belangrijke stem daarin hebben. We zagen dat met name natuurlijk even terugdenken naar het moment van de scholen. Moeten ze dicht of niet? Daar deed Rutte eigenlijk vrij losjes over. Toen werd hij door de medici teruggefloten. En de medici, we zien ze ook aan al die tafels zitten. Je hebt daar hele leuke tussen, zoals in elke beroepsgroep. Maar ook mensen die belust zijn op macht. En als je ze dan macht in handen geeft die ze nu hebben, dan kan het dus verkeerd aflopen. Vind je niet dat er te veel macht sowieso bij medici en virologen gelegd is? Nou ja, wat je daarop zou kunnen zeggen is dat je ziet hoe essentieel die functies zijn van medici, van mensen die verstand hebben van zorg, in dit geval van leven en dood. En je kan je afvragen, had al niet veel eerder dit soort professionele expertise mee moeten denken als het gaat om politieke besluitvorming? En dan kom ik een beetje terug bij een van mijn zorgpunten. Het feit dat we nu zien dat er eigenlijk maar een beperkt aantal IC-bedden is, dat die mondkapjes een enorm probleem zijn geweest. Heeft dat er niet ook mee te maken dat we eigenlijk hebben verzuimd om mensen met verstand van zaken mee te laten denken in de periode hiervoor, de decennia hiervoor eigenlijk al, over dit soort kwesties? He, dus er zitten natuurlijk allemaal mensen in Den Haag die het allemaal heel goed voor hebben met Nederland en die best verstand van zaken hebben. Maar we zijn natuurlijk wel overdonderd geweest door deze pandemie en door de gevolgen van beleid en een bepaalde manier van besturen op hele praktische zaken zoals te weinig mondkapjes, een probleem met de IC-bedden, het testvermogen van Nederland, GGD. Dat is eigenlijk helemaal niet zo goed gegaan. Nee, die mondkapjes, laten we die er maar even uitpikken, want dat is nogal een verhaal natuurlijk. Hè? De Volkskrant ook een groot verhaal erover. Dat is met schimmige deals tot stand gekomen. Je hebt er in je column Het is een slechte Netflix-serie bijna, als je het leest. Ja, dat is het. Ja, toch? Echt waanzinnig. Maar dat is eigenlijk het idee. Ja. Gewoon misschien wel de goede Netflix-serie, maar in ieder geval echt waanzinnig dat dit echt is natuurlijk ook. Ja. Daar ben je van geschokt. Kun je zeggen, wat vond jij vooral erg in dat verhaal? Nou, wat ik heel dramatisch vind, is eigenlijk dat er dus blijkt gekozen te zijn, niet zozeer op dit moment, maar in eigenlijk de decennia hiervoor, het beleid hiervoor, voor financieel-economische belangen. Dus lean en mean, in plaats van zorgen dat je de productie van mondkapjes in Nederland op orde hebt. Schraalhand is keukenmeester. Nou, daar komt het dan wel op neer. En dat heeft dus echt gewoon doden tot gevolg. Hè, daar moet je even bij stilstaan. Ja. Mondkapjes. Ja. Het is niet geregeld. Mensen gaan vermijdbaar dood daaraan. Ja. Aan de gevolgen van het niet hebben van mondkapjes. Ja. Hè, dus hoe kan het dat, en dat raakt me ook wel, hoe kan het dat, wat is het, een maand geleden ongeveer, dat er dan heel trots door minister Schippers wordt gezegd van, nou, we hebben nu eindelijk de productie op orde in Nederland, Auping in samenwerking met DSM, mondkapjes van eigen bodem. Ja. Hoezo niet ergens in maart, begin maart al? Ja. Hoezo is er niet met een vuist op tafel geslagen en gezegd, we gaan dat nu van eigen bodem laten komen en niet vanuit een schimmig traject vanuit China? Waanzinnig. Dat konden we in die deal ook terugzien. Dat is ook waar. Dat heeft iedereen kennis van kunnen nemen. Dat is een mooie reconstructie. Heeft inderdaad in de Volkskrant gestaan. Daardoor weten we hoe het zit. Dat is inderdaad heel pijnlijk, ja.
En ook heel duur geweest, hè? Ontzettend veel geld. En dan staat er afgelopen week toch weer op de voorpagina dat die mondkapjes uit China, die heel duur zijn geweest, ook weer niet deugen. Nee. Nou ja, daar ga je toch van hoofdbonken. Dat is helemaal erg. En toen dacht ik wel, die niet deugen. Maar ja, goed, die mogen we wel aan in het openbaar vervoer. Dus daar mag je ze weer wel voor gebruiken. Waarom stuur je ze terug? Gebruik ze daar dan voor? Dat is allemaal serieus. Nou ja, dan kom je in een hele gekke wereld van allerlei rituelen terecht. Hè? Dus dat mondkapje, schijnveiligheid in het openbaar vervoer. Terwijl we allemaal weten dat dat eigenlijk nergens op slaat. Althans, onvoldoende beschermend is, laat ik het netjes formuleren. Nee, maar dat heeft dus geen enkele zin. En dan vervolgens hoor je erachter, want de premier die kan zich altijd glad eruit praten natuurlijk. Dan krijg je nooit de vinger achter. Maar uiteindelijk kunnen we hogere dichtheid daarnaar luisteren en 10 keer afspelen. Dan zie je dat hij zelf ook zegt dat het alleen maar is als symbool om de ander te beschermen. Want daar komt het toch op neer. Kijk, en jij weet dat je hebt een medische achtergrond. Is dat ook zo? Of helpt het wel degelijk om een ander te beschermen? Of helpt het echt niets? Nou, het ligt aan het soort mondkapje gewoon. Ik bedoel, maar het ligt niet aan de medische mondkapjes waar het nu over gaat. Gewoon iets van een oude onderbroek of een sok, wat je ook ziet. Ja, maar ook alles. Maar alles wat dus niet medisch is, dat is nu toch... Daarvan is aangetoond dat eigenlijk schijnveiligheid biedt. Maar nogmaals, het is ook nog maar de vraag of überhaupt er voldoende is nagedacht, geïnvesteerd in onderzoek naar bijvoorbeeld die 1,5 meter samenleving. Ja. Ik weet niet of ik daar al wat over mag zeggen, maar... Die 1,5 meter samenleving, dat is ook het woord van de week geweest. Daar is ook een noodmaatregel voor afgekondigd. Heeft heel veel impact op ons. Het is het nieuwe normaal. Ja. Nou, als psychiater vind ik het altijd heel ingewikkeld als mensen iets het normaal überhaupt snappen wat normaal is. Want dat is nog best ingewikkeld. Afgrijzelijk, ja. En het nieuwe normaal, daar word ik dan bijna duizelig van. Moet normaal mensen ontmoeten en bevielen. Dat is Gerard Reven, maar daar begon het al mee. Maar natuurlijk nu ook inderdaad het nieuwe normaal. Nee, alsjeblieft, die term moeten we echt vanaf. Nee, dat vind ik echt heel ingewikkeld. Maar dus we hebben met elkaar bedacht, en eigenlijk wereldwijd ook, hè, die 1,5 meter samenleving, dat is dan hetgeen wat ons uit de lockdown moet halen. Het is een initiatief geweest van ondernemers vooral. He, die hebben gezegd, als we dat nou op die manier doen, kunnen we dan weer in feite klandizie krijgen. Want we moeten weer verder. Nou, wacht even, de 1,5 meter, mag ik even voor de duidelijkheid van mij. De virologen zijn ermee begonnen, want die zeiden, want dan als we 1,5 meter afstand houden, wereldwijd, alle virologen, die waren op allerlei gebieden waar ze niet met elkaar eens, en nog steeds niet volgens mij. Want dat gebied riepen ze wel, de virologen zijn toch begonnen met die 1,5 meter erin te gaan? Nou, dat weet ik niet. Misschien heeft een aantal dat geroepen, dat durf ik niet te zeggen. Maar wat je wel ziet, is dat er eigenlijk nog helemaal geen echte overeenstemming is tussen de grote richtlijnen, hè, van de Europese gemeenschap, van van de WHO. Er is discrepantie over de richtlijnen als het gaat over preventie en over dit soort kwesties eigenlijk. Het gekke is, het is wel het mantra van de premier voortdurend. Hou afstand, 1,5 meter, dan mag het. En dat roept hij voortdurend op deze manier. En dat is duidelijk, is er ingeramd. Vandaag, wij praten op Hemelvaartsdag, kwam ook het bericht naar buiten, gisteren geloof ik al, hè, dat een grote fitnessketen gezegd heeft, nee, die 1,5 meter namens de landsadvocaat, die zeggen wij willen open, die 1,5 meter hebben wij op orde. De landsadvocaat heeft gezegd, wacht, namens het Openbaar Ministerie dus, nee, de 1,5 meter is niet leidend. Leidend zijn de aerosols, wat Marius de Hond steeds geroepen heeft. En namelijk die luchtdeeltjes die rondgaan. Dat is interessant. Ja, dat dus dan is de 1,5 meter toch weer niet bepaald. Exact. En Maurice de Hond die is eigenlijk die heeft een missie eigenlijk om dat in ieder geval te laten zien hoe onzinnig dat is als je je niet richt op inderdaad die aerosolen. Heel kort door de bocht samengevat. Ja. Als jij in een slecht geventileerde ruimte op 1,5 meter met elkaar in een koor zingt, heb je meer kans om ziek te worden dan als je minder dan 1,5 meter in de open lucht op een terrasje naast elkaar zit. Ja. Tenzij iemand natuurlijk ontzettend besmet is en vreselijk loopt te proesten en weet ik veel wat allemaal. Maar even statistisch. Ja, tuurlijk. Maar is het dan niet heel interessant? Tuurlijk, dat is zo. Maar de volgende stap nu is heel concreet. Namelijk de landsadvocaat zegt iets heel anders dan de premier. En dat komt al vaker voor, maar nu op een punt dat cruciaal is. Want daar hebben we allemaal mee te maken. Dat willen we toch wel heel graag weten hoe dat zit. Ja. Dus nu is opeens 1,5 meter, is niet meer leidend. Maar leidend zijn de aerosols. Althans, dat zegt hij. Nou ja, wat leidend zou moeten zijn, is wat blijkt uit goed gedegen herhaald onderzoek. En die 1,5 meter, als ik het vanuit mijn persoonlijke beleving mag zeggen, ik heb het gevoel dat het een soort ritueel is, een houvast waarmee we weer de wereld open kunnen gooien. Maar het is hoe rationeel het is, hoe goed het... Ik heb een search gedaan op PubMed. Dat is een medische website met al het wetenschappelijk wereldwijde onderzoek... Ja. Wat verantwoord wordt geacht op een website.
Ik vind helemaal geen artikelen terug die de onderbouwing bieden voor die anderhalve meter samenleving. Nee. Dat is toch bizar? Dat is wel bizar, want wereldwijd wordt daar wel op gerekend. En in ieder geval wereldwijd wordt er ook, worden wij in die richting geduwd door virologen en medici. Die zeggen dat het heel belangrijk is. Nou, ik weet niet wat precies de rol van de virologen daarin is en de medici. Hè? Want zijn wij toch het niet over eens mee. Nou ja, ik ben benieuwd als je een poll houdt onder medici. Als ik mijn collega's gewoon persoonlijk raadpleeg, zijn er heel veel mensen die daar hun twijfels over hebben hoe effectief dat is. Onlangs nog twee artsen uit Twente die daar zeggen, die anderhalve meter samenleving, daar moeten we nog eens even goed naar kijken. Die zeiden hetzelfde als jij. Die zijn heel kritisch daarover. En ik zeg niet dat het geen goed idee is, want nogmaals, als iets niet onderzocht is en niet goed is aangetoond, dan is dat gewoon een vraag. Maar die twee medici uit Twente, die zijn natuurlijk direct als wappies weggezegd en gezet en als opportunisten van, oh, die willen meer hartpatiënten, want die missen klandizie. Dus dat zie je als je daar kritisch over bent, over iets wat zoveel impact heeft, of wat we allemaal heel graag met elkaar willen afspreken blijkbaar. Dan word je weggezet als opportunist of als wappie. Terwijl ik denk, ja, maar dat bewijst bijna dat het ook een hele grote rituele functie heeft. Nou vind ik dat niet erg als we met elkaar in tijden van grote onzekerheid en verandering en zo zeggen van, nou ja, laten we die anderhalve meter samenleving aangrijpen als houvast om weer naar buiten te kunnen. Maar laten we ook ons realiseren dat er een bepaald soort rituele kant aan zit. En dat is het. En vervolgens doen we er alles aan om echt te willen weten hoe het zit. Zonder een ander meteen weer een etiketje op te plakken of in een hoek te drukken. We willen gewoon weten hoe het zit. Ja. Toch, wij doen ook, en voor de zekerheid, laten we eerlijk zijn, wij houden wel anderhalve meter afstand. Toch maar wel. Dat doe jij ook in het dagelijks leven. Toch, probeer dat wel als je op straat loopt. Heel dicht langs mensen lopen. Expres. Ik doe het omdat ik mensen niet voor het hoofd wil stoten. En je ziet natuurlijk ook, als je bijvoorbeeld in de supermarkt of ergens in het openbare leven dat niet doet. Dan aan de ene kant is het een beetje guitig van, hey, wel anderhalve meter. Hè? Of mensen die gewoon echt heel boos worden en zich bedreigd voelen. Nou ja, de mensen die zich bedreigd voelen en angstig zijn, ja, die wil ik wel tegemoetkomen. Wat is wel belangrijk? Is wel belangrijk wat we weten, ook uit heel veel onderzoeken. En ik lees dat ook en ik hoor het praten met mensen over. Meer weet ik natuurlijk niet van. Jij weet er meer van, ook vanwege gespecialiseerde achtergrond. Maar is wel belangrijk de leeftijd? Is wel belangrijk of iemand oud is en aandoeningen heeft? Nou ja, corona is volgens mij een ziekte waar nog veel onderzoek naar gedaan moet worden. Ik ben psychiater, ik ben geen viroloog. En Ik vind het nog als medicus, als wetenschappelijk onderzoeker, wat natuurlijk ook mijn achtergrond is, vind ik er nog heel veel onduidelijk. Wat zijn de risicofactoren? Wat is het gedrag van dat virus? Wat is de rol van iemands immuunsysteem? Van bepaald soort genetische aanleg? Dus er zijn heel veel zaken onduidelijk. Grosso modo zou je kunnen zeggen dat inderdaad, hoe ouder, hoe slechter de conditie, hoe meer at risk om te overlijden. Maar goed, je ziet ook jonge mensen die het slachtoffer worden van corona. Dus dat is wel bijzonder. Tuurlijk, maar je ziet toch op basis van dit laatste kenmerk dat er ook besluiten worden genomen, ook beleid wordt gemaakt. Kijk naar Zweden. En we moeten inderdaad afwachten. Hè. Dat is het lastige van dit hele traject. We weten het niet. Ook mensen die nu met een grote bek opzetten, weten het ook niet. Over een jaar kun je veel meer zeggen. Juist. Want dan kijk eens even. In Zweden heeft het wel geholpen, daar niet. En dan nog kun je elkaar niet al te harde verwijten gaan maken. Maar wel als je nu in een positie zit waar je keihard wordt geraakt. Wat vind je van, ook als psychiater, van ondernemers die zeggen, faillissementen dreigen nu. Ik heb een mooie zaak opgebouwd. Ik ben niet een slechte bedrijfsvoerder geweest of een slechte ondernemer. Nee, ik ben door een ramp overvallen. Ik kan hier niets aan doen en ik word door verkeerde maatregelen nog meer in een hoek gedreven, waardoor er dus hele erge dingen met mij kunnen gebeuren. Ik kan overspannen worden, ik kan suïcideneigingen krijgen, noem maar op. Ja, dat zie hoe serieus al als neem je dat? Want je ziet dat gebeuren. Ja. Je ziet het al. Nou kijk, even een stukje terug. Je ziet in die eerste fase van die crisis, dan zie je eigenlijk een paniekreactie, een angstreactie. Ik denk dat evolutionair ook logisch is en ook heel goed is, dat je dan met elkaar vanuit overlevingsdrift reageert. Alleen de vraag is natuurlijk, op een gegeven moment moeten er meerdere belangen worden afgewogen. In India gaan mensen dood van de honger, door corona, maar niet door corona zelf, maar wel door de honger, voortvloeiend uit. En zo zijn er veel meer plekken op aarde waar de ramp gigantisch is en mensen treft die in feite niet door het virus sneuvelen, maar door de gevolgen van de maatregelen van corona. En als je zegt van ja, die initiële fase van paniek en angst en paniekvoetbal ook, prima, gelegitimeerd.
Maar de vraag is natuurlijk, op welk moment moet je weer eens even rustig achterover gaan leunen, misschien wat breder gaan kijken, dus het focus niet meer zo heel scherp op dat zwarte scenario IC-verhaal, maar breder, belangen van inderdaad jongeren die hun toekomst nu zien piepen en kraken, om het maar, en ondernemers die... Inderdaad, ik zie ze in de praktijk als psychiater. Mensen die gewoon suïcidaal worden, zelfmoordpogingen doen. Of soms ook geslaagd, als het heel erg naar is. Omdat ze een zo zwarte toekomst hebben. En als je dan kwetsbaar bent voor dit soort gedrag, hè, suïcide. Dan zie je dit ook gebeuren. Dus de vraag is of beleidsmakers op een gegeven moment niet zich moeten verbreden. Meer mensen erbij moeten betrekken. Meer belangen moeten gaan afwegen. In plaats van nogmaals alleen maar het aantal doden, het zwarte scenario en al die parameters die in het begin van die crisis natuurlijk ontzettend verstandig zijn geweest om met elkaar op te sturen. Ja, natuurlijk. Maar vervolgens, als het over gezondheid gaat, moet je dus ook, jij merkt het in je praktijk ook, ik merk het in echt heel veel gesprekken met ondernemers, die ongelooflijk boos zijn. Ik zeg ook, kom hier maar zitten, kom het vertellen. En vaak willen ze dat ook weer niet, uit allerlei andere belangen die dan weer meespelen, of dat ze gewoon daar niet aan gewend zijn, of te eng vinden, of wat ook. Of dat het wordt afgeraad. Het laatste moment heb ik ook nog een paar gehad, en die waren twee mannen, die wilden wel hun vrouw zijn, doe dat nou niet. Het leidt tot allerlei enorme spanningen. Dat zegt in ieder geval genoeg. Wat naar buiten wordt gebracht, ja, je merkt ook, hè, met het is voor iedereen is het onduidelijk. Voor de beleidsmakers is het ook lastig. Ja, dat moet ik er altijd bij zeggen. Maar er is wel een hele grote groep die nu de pineuters. Hè? Al die ZZP'ers, ook de culturele wereld, de reissector, de detailhandel, de horeca, noem maar op. Het zijn er nogal veel bij elkaar. Je moet er een hele andere maatschappij bijna toe. Gaat het nu wel lijken. Want je kunt ze moeilijk tot het oneindige toe blijven steunen. Maar je kunt ze ook niet tot het eindige toe moeilijk blijven maken. Door aan die anderhalve meter vast te houden. Nou ja, dat is ook misschien even een stukje wat meer filosofisch. Mijn collega psychiater Damian Denies, die zei dat zo mooi. En die is natuurlijk ook op allerlei punten verguisd. Maar hij zei, wij zijn niet meer gewend om te buigen voor dat wat ons overstijgt. Ja. En dat vind ik eigenlijk wel interessant. Hè? We leven natuurlijk in een tijd van ultiem doorgeschoten maakbaarheidsdenken. Dus dood en zo. En kwetsbaarheid, dat is iets, ja, dat swipe je weg. Of daar is iets voor om te regelen. Maar het feit dat we dus getroffen kunnen worden door iets wat groter is dan wij zelf, wat we niet aankunnen, dat zijn we niet meer gewend. Dus de paniek die je in het begin ziet, die is voor een deel ook om gewoon gezond te kunnen overleven. Maar voor een deel ook paniek omdat we niet meer accepteren, verdragen, kennen dat er situaties zijn, omstandigheden zijn waar wij het onderspit delven. Ja. En als arts heb je natuurlijk daar veel meer mee te maken met die kwetsbaarheid van mensen, van individuen dan vaak. Maar als samenleving hebben we dat ook. Maar dat zijn we een soort van vergeten. Nou ja, we wanen ons onkwetsbaar. Daar heb je denk ik gelijk. En dat is het waar. En dat komt. Damian Denies zegt het volgens mij ook. Het heeft toch. Wij behoren er allebei niet toe, zeg ik voor de duidelijkheid bij. Dat zie je aan jou vooral heel duidelijk, aan mij wat minder. Maar niet tot de babyboomgeneratie. En die babyboomgeneratie heeft dat natuurlijk altijd neergezet. Het maakbaarheidsdenken. Dus dat wij wanen ons onkwetsbaar. Nou, die babyboomgeneratie die heeft met de illusie kunnen leven dat alcohol gezond is. Ja, dat ook. Die heeft met de illusie kunnen leven dat we recht hebben op eeuwig leven of zoiets dergelijks. Ja, ja. Dus die hebben natuurlijk met elkaar, ja, niet om het dat nou als een soort samenzwering, want zo bedoel ik niet, maar die hebben natuurlijk een stevige lobby. En ja, mijn stelling is dat de millennials of de generatie Y daar wel de dupe van aan het worden is. Ja, nou ja, dat is denk ik zeker het geval. En die laten ook wel van zich horen, maar nog te weinig. En dat zijn allemaal dingen die in de maatschappij natuurlijk wel dreigen. Er zijn steeds grotere groepen die niet mee kunnen, geen kans hebben, geen toekomstperspectief. Daar moet je als beleidsmaker toch ook nadrukkelijk rekening mee houden. Ja, en kijk, ik snap ook heel goed dat je als babyboom-generatie natuurlijk heel hard voor je eigen belangen opkomt. Dat is natuurlijk ook normaal gezond gedrag. Alleen het gaat wel ten koste van. En dat willen we niet, hè, want het Nederland, polderland, daar moet alles tegelijkertijd maar kunnen. Maar we worden nu ook geconfronteerd door deze coronacrisis met het feit dat keuzes gevolgen hebben. He, dus als je kiest voor alle maatregelen die we nu met elkaar nemen, dan is het gevolg dat bepaalde groepen, dus de jongere generatie, de ondernemers, daar de dupe van worden. Dat is gewoon zo. Dat valt niet weg te polderen. Daar zit niet allerlei andere kanten aan. He, daar zit niet heel veel nuance bij. Dat is gewoon zo. Ja. Nu kun je andere lessen trekken uit deze tijd. Het is niet voor niets dat jij psychiater bent. Ook niet voor niets dat jij met als opiniemaker en een zeer maatschappelijk betrokken iemand, dat zo ken ik jou inmiddels ook, dat je ook op een gegeven moment het lef hebt om een politieke partij op te richten. Daar moet je echt lef voor hebben natuurlijk, want je krijgt bakken stront over je heen. Dat is krankzinnig, Paul. Ja, dat maar dan kun je wel tegen, of niet? Nou ja, goed.
Wat moet, dat moet. Wat moet, dat moet. Kijk, en het is vanuit noodzaak en niet omdat ik zin heb om een politieke partij op te richten. Nee. Sterker nog, er zijn gigantische tekorten in mijn beroepsgroep. Dus ik moet mijn spreekkamer uit naar Den Haag, vind ik zelf. Omdat het niet te verdragen is als ik mensen probeer beter te maken. Ja. Maar die worden door het systeem weer ziek gemaakt. Of weer terug bij mij in de spreekkamer gecatapulteerd. Ja. Door een systeem wat eigenlijk op allerlei fronten faalt, ziekmakend is en waar niks aan gedaan wordt. Maar ja, waar faalt het vooral? Waar zie je met name in het systeem van de zorg? Waar kan het beter? Nou, wat ik een belangrijk probleem is dat ziekte een verdienmodel is. Ja. Dus het belang is om mensen in dat systeem te houden. Dat is gewoon een financiële kwestie. Dat is ons heel lang wijsgemaakt. Hè? Gewoon, maar dan ook naar buiten van, het is de markt. De markt regelt dat ook in de zorg. Het is een gereguleerde markt. En daar kan je altijd heel simpel over zeggen. Als het gereguleerd is, dan is het natuurlijk geen marktwerking aan zich. Dan is het olifanten gaan het met olifanten op een gegeven moment doen. Nou, je ziet 4 grote zorgverzekeraars. En die doen natuurlijk allerlei zaken met grote instellingen. Dus ik vind het grote probleem dat op dit moment bijvoorbeeld preventie... Nou, dat is een heel saai woord, hè? Preventie. Dat is niet sexy op een of andere manier. Maar goed, je ziet de verkiezingen niet mee. Nee, daar moet je echt een beetje voor uitkijken. Nou ja, ik ga het nu toch... Esther hamert op preventie. Nee, ik zie het al erbij al hangen. Net geen 1 zetel. Nee, maar kom op. Je hebt gewoon qua potentie natuurlijk 30 zetels in je. Dus dat moet wel lukken. Ja. Maar we zien nu natuurlijk ook, dat is weer een les van corona, dat preventie levensreddend is. En preventie op de korte termijn, hè? Dus niet naast een niezend iemand die corona besmet is gaan. Dat is preventie. Wat we daarmee kunnen zeggen is dat het belang van preventie dus enorm is als het gaat over leven en dood. Ja. Slow motion kijk je naar welvaartsziekten. 40-45% is vermijdbaar door preventie. Ja, we moeten nog even bedenken een synoniem voor preventie, want het is echt een vreselijk saai woord. Ja, dat vind ik ook. Maar je kunt misschien wel een paar voorbeelden even aan verbinden. Hè? Wat moeten we dan gaan doen? Want dan zeg je, nou ja, je moet niet onbeperkt alcohol drinken, niet te veel vet eten. Maar... horen er ook harde maatregelen bij? Ja, en niet zozeer verbieden, maar ik denk gewoon toch meer in de richting van nudging. Hè? Dus mensen zodanig manipuleren voor het goede doel. Ja. Dat je meer beweegt, dat je minder... Kijk, het is natuurlijk ook zo dat de industrie, de grote voedingsindustrie, de tabaksindustrie, de strijd van Wanda de Kanter. Ja. Ik bedoel, dat is natuurlijk bizar dat we als de dood zijn voor corona... Ja. Maar elke dag beginnen jongeren van 12, 13 jaar met roken. De replacement smokers, zoals dat dan heet. Ja. En de tabaksindustrie heeft gewoon een positie in onze samenleving. Ja. Dat is natuurlijk onvoorstelbaar als je dat qua logica moet rondbreien. Ja. Toch is dat wel een mooi voorbeeld om aan te geven dat je die macht kunt breken. Want op een gegeven moment zag je toch ook minder mensen roken. Op een gegeven moment was het echt not done. Het was van iets, ik heb ook heel veel gerookt en dat was in mijn tijd was het ook fantastisch. Ik ook. En op een gegeven moment, hoeveel heb jij gerookt, Esther? Heel veel, vanaf mijn 15e en tot ik op een gegeven moment zelf kanker kreeg. En toen dacht ik, ik vind kanker en roken toch wel een hele gekke combinatie. Dus daar ben ik mee gestopt. Maar dat was natuurlijk een enorme wake-up call. Maar al die kinderen die nu beginnen met roken... ik zie het in de leefomgeving waar ik ben... zie ik ze gewoon op straat 12, 13 jaar met elkaar staan roken. Ja. Hè, dus niet alleen het roken, maar ook de ongezonde voeding. De verslavingsindustrie, laat ik het zo maar noemen. Maar roken zit wel in onze hoofden. Ook al komt het terug, moet je wat aan doen. Maar roken zit wel in onze hoofden dat het slecht is. Dat is een duidelijk verschil met 20 jaar geleden. Ja, maar het is nog steeds bizar hoeveel ruimte er is om te mogen roken in deze samenleving. Terwijl we dan, fipronil staat wekenlang op de voorpagina. Ik ken niemand die aan fipronil is overleden. Nee, dat is waar. Hè? Nee. En nou, corona kun je natuurlijk ook, daar hebben we het al over gehad, maar dat is niet logisch. Nee, dat is waar. Wat zou je dan moeten doen? Zou je dan moeten zeggen, de harde beperkingen die in bijvoorbeeld in New York zijn opgelegd door een vorige burgemeester Bloomberg... Ik herinner me dat nog. Dat was een jaar of 20 geleden, denk ik. Maar je mocht gewoon niet meer roken buiten. Dat was een schok. Dat kon je niet begrijpen. Nu snappen we iets meer. Dat we maken. Ik bedoel, het kan allemaal nog veel beter. Maar daar zijn wel stappen gezet toch in die wereld, of niet? Ja, en kijk, NL Beter wil een gezonde samenleving met een sterke publieke sector. En als je het hebt over een gezonde samenleving, dan past daar toch niet bij dat daar tabak verkocht wordt. Of een industrie is des dood, zoals ik het noem. Wie heeft daar nou belang bij? Maar je vindt dat... Echt, dat is nog een stap verder, dat er ook nergens tabak meer verkocht mag worden. Nou ja, kijk, dan kom je op een heel concreet niveau. En je ziet nu de strijd van Wanda de Kanter is om een rookvrije generatie te laten opvoeden, opgroeien. En ik denk dat dat soort doelstellingen van
groot belang zijn. Maar het gaat niet alleen over roken. Het gaat ook over ongezonde voeding. Het feit dat Unilever, Coca-Cola in feite vrij spel heeft, want allerlei financiële belangen, ook natuurlijk als het gaat om de overheid, over en weer. Ja, daar moeten we met elkaar toch eens even bij stilstaan. Ik vind niet dat je daarvan mag wegkijken. En het punt is, en dan word ik altijd een beetje opgewonden, het punt is dat door niet te kiezen, door weg te kijken, dat we in feite te maken hebben met een samenleving waar een klassenverschil aan het ontstaan is. Dus op dit moment, Paul, is je postcode bepalend, statistisch, voor het moment wanneer jij ziek wordt en komt te overlijden. Ja. Terwijl we net doen alsof we zo'n ongelooflijk sociale samenleving zijn, waarbij iedereen een kans verdient, enzovoort, enzovoort. Maar het begint bij die hele grote partijen, zoals Coca-Cola bijvoorbeeld. En je zegt, kijk eens even, dat zijn partijen die dus ook inderdaad enorme kapitalen vertegenwoordigen. De vermogens hebben, enorme vermogens. En daardoor dus ook politieke macht. Ja, maar je ziet natuurlijk ook een tegenbeweging. En dat vind ik ook wel mooi door corona nu. Dat mensen ook wel klaar zijn met die financieel-economische manier van kijken naar de samenleving. He, de menselijke maat, vertrouwen, zorgzaamheid, solidariteit. Allemaal, ja, allemaal kernwaardes waar mensen toch wel naar snakken al voor corona. En nu wordt duidelijk, ja, maar als we zo doorgaan met harder, meer, beter enzovoort, dan gaan we echt op onze bek. Empathie is opeens een belangrijke eigenschap. Dat is denk ik toch ook een groot vooruitgang. Ik bedoel dat niet meer als een soft skill wordt gezien. Nee, dat is hard en belangrijk. Kun je zelfs ook weer geld uitdrukken, maar zelfs los daarvan, het is een belangrijke. Vind je dat ook een groot verschil met vroeger? Nou, ik vind empathie vind ik een heel belangrijke kernwaarde. Ignaz Davies, een Vlaamse schrijver, het empathisch te veel. Er zitten ook wel risico's aan. Hè? Dus empathie is natuurlijk ook iets waar we ontzettend op gestuurd kunnen worden, gemanipuleerd op kunnen worden. Er zijn natuurlijk altijd allerlei heel veel zielige mensen. En er is ook zo'n verhaal van de farmaceutische industrie die dan een heel zielig jongetje inzet in een praatprogramma in België om te zorgen dat een heel duur medicijn toch maar niet van de markt wordt gehaald. Dus empathie moet je ook mee oppassen. Maar ik ben blij dat dat weer een gespreksonderwerp is. Nee, maar je hebt het over echte empathie. Nee, natuurlijk, als het weer manipulatief wordt ingezet, is het verkeerd. Maar echte empathie natuurlijk wel. En empathie niet in de zin van slijmen, maar gewoon begrip voor een ander. Je kunt het verplaatsen in een ander. Nou ja, dat is volgens mij voor een psychiater toch wel een hele belangrijke. Ja, dat is een van de fundamenten van mijn vak natuurlijk. Maar niet alleen empathie, maar ook solidariteit. Dus kijken, wat is nou voor de grootste groep de meest optimale situatie die we met elkaar kunnen regelen? Zorgzaamheid. Het punt is dat ik ben ook altijd benieuwd wat we dan concreet bedoelen. Want je ziet in deze coronatijd, zie je bij de snelweg, zie je overal van die borden staan, samen en dit. En denk ik, ja, oké, maar hoe dan en wat dan? En maak het even concreet. Dat is iets wat ik ook wel prettig vind. Ja, nee, dat samen, dat is even een momentje natuurlijk. En zo, daar kun je makkelijk op inspelen. Ook inderdaad makkelijk aan manipulatie onderhevig. Daar heb je helemaal gelijk in natuurlijk. Maar wat zou jij dan willen? Wat bedoel je dan met solidariteit? Want heel veel mensen denken dan, wat voor partij is NL beter? Is dat links of rechts? Of doet dat er gewoon niet toe? Nou, ik denk links en rechts dat echt obsoleet is, achterhaald. Ik heb het ook aan Jan-Anthony Bruin gevraagd, voorzitter Eerste Kamer. Ik zei, wat is nou de definitie van links en rechts? En daar moest hij toch ook wel even over nadenken. En ik heb niet een antwoord gehoord waarvan ik dacht, oh, nu begrijp ik het. Nee. Dus we leven in een tijd dat we misschien op zoek moeten naar nieuwe kernwaarden met elkaar. We hebben het al genoemd net. Zorgzaamheid, solidariteit, menselijke maat, vertrouwen. Hè? Dus en in het geval van NL Beter pleiten wij ook weer voor de professional aan het roer. In plaats van alle managers en Excel-sheets die leidend zijn enzovoort. Dus ja, misschien kunnen we dat gewoon loslaten dan dat links en rechts. Dan hoort er ook inderdaad een discussie bij over de professional. Die kun je ook helemaal uit links-rechts loslaten. Kijk gewoon wat goed is, waar wij allemaal wat aan hebben. En dan moet je maar altijd termen gaan plakken. Maar dan kun je zeggen, Jos de Blok is natuurlijk een van de eerste die daar over begon. En die zei, die wilde al die managers eruit gooien. Wat wil jij? Wil je eigenlijk een kopie van wat hij voorstaat? Of zeg je, nee, je hebt af en toe wel goede managers nodig. Want dat kun je niet aan alle professionals overlaten. Nou ja, ik merk het ook in mijn werkplek waar ik nu ben. Daar zitten ook veel managers en managementlagen. En ik zou toch wel willen pleiten voor managers of managementlagen waarvan de toegevoegde waarde duidelijk is. Ik werk in een organisatie waar volgens mij, we hebben deze week nog nageteld, zo'n 6 lagen management zitten. Dat zijn er te veel, ja. Ja, ik snap dat niet. Nee, dat is waanzinnig. En Paul, ik ben op een leeftijd dat ik denk van, als ik het niet snap, dan is het aan de ander om het mij uit te leggen waarom dat dan blijkbaar nodig is. En op een manier die ik wel begrijp. Dus niet met holle taal en frases die eigenlijk moeten verhullen
dat het nergens op slaat. Nee, maar dan kun je dus toe naar al die lagen eruit gooien en zeggen, we willen zelfsturende teams. Dat is wat Jos de Blok wil en waar die ook vaak succes mee gehad heeft. Niet altijd, maar wel vaak. Denk je dat dat uiteindelijk het beste is ook in de zorg? Of wil je toch wel af en toe een goede manager op zijn plek houden? Het mag geen 6 lagen zijn. Iemand moet de vakantieroosters volgens mij... Nou, bijvoorbeeld, ja. Kijk, en Jos de Blok buurtzorg, dat is natuurlijk in dat domein is dat heel succesvol gebleken. De vraag is natuurlijk naar meer complexe zorg, of dat dan vertaalbaar is. Dat zou je met elkaar moeten onderzoeken. Ik vind dat zeker de moeite waard. Maar het is nu doorgeslagen. Nou, die 6 lagen zijn inderdaad doorgeslagen. Ja, ze kunnen niet uitleggen. Als je het niet kan uitleggen, dat merk ik ook aan jou. Je zegt, ik ben nu oud genoeg, ik weet dat. Als ik niet duidelijk genoeg uit kan leggen, dan hou ik ermee op. Dan geloof ik het wel. Nou ja, dat betekent dat je bijna al... in opstand komt. Vroeger dacht... Nou ja, vroeger dacht ik altijd dat ik het dan wel niet zou begrijpen. Of dat ik niet slim genoeg was. Nee. Maar nu denk ik van, ja, maar het is gewoon bullshit. Ja. Hè? En heel veel bullshit. Nee, dat is een harde schok, ja. Ik herken dat proces helemaal. En opeens denk je, oh mijn god, dat is inderdaad waar. Ik heb me toch veel te lang eens wijs laten maken. Juist. Door mensen die het op een hele handige manier weten te verpakken. Nee, maar dat leidt ook, en dat weet je op psychiater ook, kan ook tot, ik weet niet of het gevaarlijk is, maar het kan ook tot woede leiden, tot opstand. Dat zie je ook af en toe. Ja, dat wil je toch ook niet. Je wil niet dat mensen opstandig over straten gaan. Je moet toch een andere oplossing. Of zeg je dat er een belangrijke fase is die wel even naar buiten moet komen? Ja, maar dan refereer je natuurlijk aan de hete herfst, hè, Malieveld. Bijvoorbeeld. Ik denk dat die woede een goed vertrekpunt is voor verandering, voor kanteling. Maar je moet het wel kanaliseren in een constructieve richting. Ja. En wat bedoel ik daarmee? Dat je er mooie dingen mee moet doen. Ja. Hè, want ik denk inderdaad dat als je die woede niet... je mensen willen zich gehoord en gezien voelen. Ja. En als mensen op het Malieveld gaan staan, dan is het een teken dat ze zich niet gezien en gehoord voelen. Nee. Daar moet je wat mee. Want anders krijg je inderdaad ongebreidelde volkswoede. En als dat niet in een goede richting wordt gestuurd, ja, dan is dat riskant. Dan gaat het over de zorg. Hè? We gaan het dadelijk ook nog over een paar andere punten hebben. Maar ik snap die woede wel trouwens, dat wil ik nog wel noemen. Ja, zeker. Nee, dat is zeker nu op dit moment. Ik bedoel, mensen die ten onder gaan, die geen toekomstperspectief hebben. Ja, dan ben je heel boos, ja. Maar dan zul je toch misschien moeten denken aan andere manieren van organiseren. Ik heb mensen, we hebben hier vaak Kees de Kort aan tafel gehad. En Kees, die zegt altijd, ook BNR economiecommentator natuurlijk. En die zegt altijd, ik snap niet dat jongeren niet, ook al heeft hij om allerlei redenen, ook een hekel aan vakbonden, ook een beetje voor ons denk ik wat beladen begrip. Maar toch, bij die vakbonden, ja, dan ben je wel met z'n allen en dan kun je een vuist maken. Zo simpel is het natuurlijk ook. En dan moet je dan op een andere manier organiseren. En dat doen jongeren niet. Jongeren zijn misschien nu wel geneigd om dat te doen. Moet je in die richting denken? Moet je in richting van coöperaties denken? Wat is dan bijvoorbeeld, dat is meer de oplossing? Nou ja, kijk, en niet elke jongere is in de positie of heeft de vermogens om iets te doen in die richting. Hè? Dus de vraag is natuurlijk, als jij, ja, noblesse oblige, een heel ouderwetse term, als jij de opleiding hebt, het verstand hebt, de omstandigheden, het vermogen hebt om iets te verbeteren, om iets mooier te maken in de samenleving, dan is het natuurlijk wel van belang dat je die verantwoordelijkheid pakt. Rutte die deed afgelopen week, volgens mij een paar dagen geleden, in mijn ogen wat laffe oproep aan jongeren. Van ga maar wat doen, ga het maar veranderen, ga maar naar je schoolbestuur. Ja. Of ga maar... Dat is een beetje gratuit, hè? Nou ja, dat vind ik wel. Ja. Waarom moeten zij dat doen? Ja, bedenk het zelf even. Nou ja, ik vind de mensen die heel veel geld verdienen, die allerlei posities hebben, maatschappelijk belangrijk, relevant enzovoort. Ja. Daar ligt toch de verantwoordelijkheid? Nee, het is ook op het moment dat je dat zegt, geef je de boodschap af. Ik hoor wat je zegt en dat is een hele vervelende managementtaal. Daar heb je eigenlijk helemaal niks aan. Nou, je komt zelf nergens mee. Dat is je weet altijd, het ook niet meer. Ik hoor wat je zegt en ik neem het mee. En vervolgens hoor je er nooit meer wat van terug. Nee, dat is zo frustrerend. Ja. Ja. Laten we daarmee ophouden. Dat is op zichzelf al een gevecht waard natuurlijk. Hè? Dan heb je in de onderwijs of in de zorg heb je nog meer. Namelijk als het gaat over die gezonde voeding. Je haalde dat net al aan. Het grote probleem is van mensen die dit misschien zien. En die zeggen, nou je hebt gelijk. Maar ik woon toevallig in zo'n postcode waarin ik dat niet kan betalen. En het is nog steeds zo. Het systeem is nog steeds in elkaar. Dat gezonde voeding is duurder dan niet gezonde maar voeding. Maar gezondheid is elitair geworden. Hè? Ik bedoel, met je speldtrekkers en je fitnessabonnement enzovoort. Dat is natuurlijk wat anders dan dat jij psychisch kwetsbaarder bent, verslavingsgevoelig bent, geen mogelijkheden hebt om je verder te ontwikkelen. En jij zit op de bank allerlei ongezonde voeding tot je te nemen en je beweegt niet en je bent aan het gamen de hele dag. Ja. Dan kan je zeggen, ja, die mensen moeten dan van de bank af. Maar ik bedoel, we hebben een brein wat verslavingsgevoelig is. En bij de een is dat meer dan bij de ander. Zijn we dat allemaal verslavingsgevoelig? Nou, we hebben een beloningssysteem en bij de een is dat wat gevoeliger dan bij de ander. Ja. En het ligt natuurlijk ook aan wat je allemaal meemaakt in je leven, in hoeverre dat op een bepaalde manier afgesteld is, raakt, wordt. Hè, dus dat is heel complex. Ja. Dus ja, er zijn groepen in de samenleving die zijn kwetsbaarder dan andere groepen.
En dan kan je zeggen, ja, ze betuttelen en daar mag je, die moet je ook hun vrijheid. Maar waar gaat die vrijheid dan over in verwaarlozing, is mijn hele grote vraag. Ja, nou ja, als het over voeding gaat, en dat is zo belangrijk. En je hebt, we gaan jou een nieuw woord zoeken. Ik ga je daarbij bij de beurt, het schiet mij nu niet zo binnen, maar kun je er graag bij helpen. Preventie, wat is beter? Maar daar komt het wel op neer als het over gezonde voeding gaat. Dan heb je twee scholen. Vroeger kon je makkelijk zeggen, ja, luister even, natuurlijk, gezond is duurder, dat klopt ook. Maar dan zorg je maar dat je zoveel verdient dat je gezond kan betalen. Dan zijn we er vanaf. Dat is een beetje makkelijk. Dat kan niet meer. Want je zegt, die mensen zijn niet in staat om dat te doen. Ze zijn niet zielig, maar dat kan gewoon niet. Dus maak gezonde voeding goedkoper. En maak ongezonde voeding duurder. Maar ja, kijk, zoals Siblinia altijd zegt, we leven in een lobbycratie. Ja. Dus die grote industrieën, die hebben natuurlijk warme banden met Den Haag. Ja. Daar worden allerlei zaken geregeld en gedaan. Dus wie heeft er belang bij gezonde voeding? Wie heeft er belang bij een gezonde bevolking? Ja. Dat is nog wel een interessante vraag. Ja, wat is het antwoord daarop? Op dit moment te weinig mensen, waardoor het wat mij betreft veel beter kan dan het nu is. Ja, maar wat bedoel je precies met te weinig mensen? Want als het beter kan, stel dat veel mensen een bepaalde macht op wat voor manier... Nou, Paul, ik zal het concreet maken, want dat is wel belangrijk. We leven in de nadagen van een uitermate neoliberaal georganiseerde samenleving. Ja. Meer, beter, financieel-economische uitkomstmaten. Dat is waar wij elkaar op sturen. Ja. De tijd is nu gekomen om dat te kantelen en eigenlijk te zeggen, hé, wij willen als mens... Als samenleving willen wij eigenlijk weer kiezen voor andere uitkomstmaten. Voor andere kernwaardes die we net ook al genoemd hebben. Ja. Dat is een hele andere manier van denken. Als ik met mijn politieke partij bij mensen die hoog in de boom zitten, hoog op de apenrots zitten, kom. En dan zeggen ze, ja, maar je moet het wel door het CPB laten doorrekenen. Want anders heb je geen bestaansrecht. Ja. En denk ik, hoe kan ik zorgzaamheid en solidariteit laten doorrekenen door het CPB? Hoe moet dat dan? Nee, dat is toch een soort hardheid die we willen hebben. In Excel-sheetjes denken, dat is heel makkelijk. En dat zijn die managers met al die lagen ook gewend natuurlijk. Daar moeten we van af. We moeten niet van de feiten af, denk ik. Die zijn nog steeds nodig. Maar in heel veel gevallen helpen die feiten ons niet, want dat zijn nepfeiten. Nou ja, of ze worden gebruikt voor de verkeerde redenen. Of door verkeerde belangen worden ze ingezet. Je moet vooral naar de belangen kijken. Dat is ook een belangrijke taak, blijkt nu uit dit gesprek, al denk ik, van jouw partij. En voortdurend daar de vinger ook op leggen. Wat je in zekere zin van de journalistiek natuurlijk ook verwacht. Als je kijkt naar de zorgverzekeraars, die zijn ook al stil, hè? De zorgverzekeraars. Ja, dat valt mij ook op, hè? Dat als je dan kijkt, wie stond er nou bij de stort de afgelopen maanden? Hè? Want dat waren de mensen die geen vitaal beroep hadden, even heel zwart-wit gesteld. Ja. Nou, ik denk heel veel zorgmanagers, heel veel zorgbobo's. Ja. Toch? Zeker. En de zorgverzekeraars, ik heb op een gegeven moment een tweet eruit gedaan van waar zijn jullie nu eigenlijk mee bezig? En toen kwam er direct van Zorgverzekeraars Nederland een reactie. Die zijn dan wel bezig met het allerlei mogelijk maken van allerlei zaken. Je hoort aan mijn antwoord dat niet heel duidelijk is voor mij. Maar die verzekeraars hebben belangen om nu hun mond te houden. Als het bijvoorbeeld gaat over mondkapjes en misschien ook andere zaken. Nou ja, wat je ziet is dat in tijden van crisis, als het er echt op aankomt, dat zorg blijkbaar toch een publieke zaak is. En niet zozeer van de zorgverzekeraars, van de markt, van de vrije markt zelf, voor zover die vrij is dan. Maar, nou ja, het zou dus steeds meer een publieke zaak moeten worden. En je moet daar echt helemaal af van managers die denken dat ze in ieder geval vaak ook ondernemers spelen zonder eigen rekening en risico. Hè? Dat zie je ook heel vaak. Ja. Dat hebben we bij de woningbouwvereniging gezien, dat zie je hier ook gewoon doorslaan. Dit is het moment om dat terug te pakken. Is het moment daar ook om te zeggen, er mag sowieso niet in de zorg bezuinigd worden? Want dat gaat natuurlijk vanzelf toch een keer gebeuren. We hebben echt geld nodig. Moet je bijvoorbeeld, ik wil daar een ander, maar eerst dit eigenlijk. Moet je dat per se doen? Moet je zeggen, hier mag je niet meer aankomen? Nou ja, kijk Paul, wat corona ons ook leert is dat geld een heel fluïde concept is. Hè? Ja. Opeens is er heel veel geld blijkbaar toch om de salarissen van de KLM-piloten te regelen of de bonus enzovoort. Maar we hebben ook een heel erg tekort als we rekening houden met de vergrijzing die eraan komt enzovoort enzovoort. Nou, ik vind het allemaal heel ingewikkeld, maar ik vind het wel opvallend dat de vraag nog steeds niet beantwoord is, wat maakt onze zorg nou zo duur? Is dat die zorg zelf, hè, gewoon echt die handen aan het bed? Ja. Of zijn dat, zoals ik het net zei, al die managementlagen waarvan ik denk, hey, of zijn dat de dure adviesbureaus die de zorg als melkkoe gebruiken? Zeker. Valt daar nog wat geld? Financiële waardering is dus heel belangrijk, maar let vooral op aan wie je die financiële waardering toekent. Wie je financiële waardering geeft. Nou, ik had na Prinsjesdag een stuk in de kwestie van Telegraaf en toen was er weer allerlei geld vrijgespeeld voor verpleeghuizen of allerlei sectoren in de zorg.
En dat was een heel cynisch artikel, want dat geld, als je dan gaat uitzoeken, komt dat nou echt bij de handen aan het bed terecht? Nee, waarschijnlijk niet. Hè? De PricewaterhouseCoopers mag dan een plan gaan maken hoe dat geld dan verdeeld moet worden. En dan komt er weer een taskforce en een commissie en dan een heel duur rapport. Ik vraag me af of dat geld komt waar het voor bedoeld is. Nee, dat is inderdaad een hele belangrijke, ook een belangrijke kwestie om te blijven volgen trouwens deze. Maar er is nog iets. Iets wat ik ook wil blijven volgen is namelijk de bonus voor, want het gaat ook over financiële waardering, dus voor de mensen die het toekomt, hè, daar zijn we het over eens. En dat is heel Nederland vindt dat ook, die mensen die waar we allemaal voor hebben geapplaudisseerd, dat al zo heel veel mensen voor hebben geapplaudisseerd, de zorg. Die bonus, voor iedereen dezelfde bonus, ik noem maar wat, iedereen €4.000, iedereen €1.500, is dat belangrijk of is dat iets tijdelijks en doet dat er niet toe voor jou? En hoe bedoel je die bonus? Nou ja, je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, weet je wat, we hebben deze mensen zo gewaardeerd, er worden overal bonussen uitgereikt en we zijn nu toch met geld aan het strooien. Geef iedereen in de zorg die hard gewerkt heeft een bonus van €1.500. Nou ja, bonus heeft natuurlijk sowieso inmiddels een hele nare bijsmaak. Zeker. Dus ik zou meer voor structureel goed belonen zijn en waarderen daardoor. He, maar dus dan wel structureel belonen, niet aan die managers natuurlijk, maar van inderdaad de handjes aan het bed. Ja, dus niet klappen, want dat is natuurlijk ook weer gratuit. Ja. Maar laat maar zien dat je het waardeert en zorg dat die beloning op orde is, ook in de toekomst. Voor jou worden straks, de zorg wordt heel belangrijk. Er zijn nogal, als ik dit gesprek beluister, nogal wat transformaties nodig. Het wordt een enorme klus, maar daar kun je gewoon ook via de politieke hoek op gaan hameren. Onderwijs wordt voor jou ook een heel belangrijke en dat is ook een duidelijke. En leefbaarheid, maar wat bedoel je met leefbaarheid? Leefbaarheid is nog eigenlijk een domein wat onder constructie is, want daar moet je natuurlijk heel goed over nadenken. Dat gaat over wonen, werken, inkomen, veiligheid is natuurlijk ook heel belangrijk. De voedselketen die we net hebben aangestipt. Ja. Wij zijn in gesprek met mensen die daar verstand van hebben. En het doel is natuurlijk dat alles moet laden op die gezonde samenleving met een sterke publieke sector. Okay. Waarbij dat systeemfalen gewoon aangepakt moet worden. Geen one-issue partij, dat duidelijk. Je doet sowieso mee aan de verkiezingen van 2021. Mik je op 30 zetels? Ik bedoel, even hoog en ambitieus inzetten. Ja, Paul, dat is leuk. Ik vind 20 zetels ben ik al heel blij. Maar ja, tot tegendeel is bewezen. Gaan we voor 30, waarom niet? En het is nu definitief duidelijk dat jij ook de lijsttrekker wordt. Ik denk dat we dat wel mogen zeggen, zo dat ik dat ga doen. Ik heb daar heel veel zin in. Oké, dankjewel. Ja. Dat is wel fijn. Maar dank je voor het gesprek. Graag gedaan. Dankjewel.